De Goudsberg in Lunteren vormde zaterdag 3 september het decor waar 25 wielrenners, 25 mountainbikers en 25 skileraars de strijd met elkaar aangingen. Die dag werd de eerste Extreme Cup in Nederland gehouden. Het idee komt oorspronkelijk uit het buitenland. Eentje van onze organisatie heeft dat ooit gezien daar. En zo zijn wij eigenlijk op het idee gekomen om dat hier te gaan organiseren. De voorrondes en de halve finales en de finales die zijn per categorie onderling. En de superfinale, dan zijn alle nummers 1. De nummer 1 skileraar, nummer 1 mountainbiker, nummer 1 race, die gaan tegen elkaar. Oh, dat wordt wel spectaculair. Die wordt heel spectaculair, absoluut ja. Ja. Is het een erg steile heuvel? Nou, je kijkt je er wel op. Maar ja, het valt wel mee, maar het gaat wel hard naar boven. Ik geloof dat het laatste stuk vooral heel moeilijk is, hè? Ja, het laatste stuk, even kijk je op. Je denkt dat je bijna boven bent, maar dan gaat het toch nog een stukje omhoog. Is daar ook nog een bepaalde strategie voor nodig om dit te kunnen winnen? Ja, je moet niet te vroeg naar boven gaan, niet te vroeg hard gaan. Maar ja, vooral hard fietsen natuurlijk. 400 meter omhoog en die vind je niet zo heel veel in deze regio, dus vandaar de keuze. Dus het is wel een uitdagende stijging? Een uitdagende stijging, zeker. Het is 400 meter niet in één keer omhoog. Het eerste stukje is wat vlakker als het laatste stukje, dus er zit echt wel een stukje van 10-11% in, ja. Nou, als de weg glad is, dan kunnen ze uitglijden en zo. Dus dan krijg je een domino effect en dan een grote schaafwonden. Ik zat in de halve finale samen met Mark en Lars. En we reden met z'n drieën naast elkaar en er moest een spagaatje aan te pas komen. En ik kwam net tekort, dus, maar wel door naar de finale. Ja, en de winnaar die deed op het laatst nog even zijn voet over de finish, hè? Ja, een spagaat noemen we dat in de skileren. Dus met je achterste voet sta je op één wieltje en je voorste voet ook. Om maar zo lang mogelijk uitschuifbeen te krijgen. Want je eerste wieltje die telt. Dus dan moet je creatief zijn. Onbekend maakt onbemind. Dat gold ook voor de Extreme Cup op de Goudsberg. Niet zozeer voor de deelnemers, die waren snel gevonden. Maar ondanks het beloofde spektakel en de mooie omgeving viel het bezoekersaantal tegen. Nou, ik denk als we ze bij elkaar op gaan tellen dat er dan heel wat zijn. Maar ze staan verspreid over het parcours naar beneden. Ze zitten op het terras nog, hier bij de Goudsberg. Dus ik denk bij elkaar opgeteld hebben we nog best wat publiek. En ik verwacht hoe verder we naar die finale komen, hoe meer publiek er komt. Want dat wordt steeds spectaculairder natuurlijk. Wij zitten hier al jaren op de camping. En ik zag de advertenties staan. Ik denk, ga eens kijken wat het soort voor wielerwedstrijd is. Dat leek me wel leuk. En wat vindt u ervan? Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Het is iets aparts. Wat vindt u het meest opvallende van deze wedstrijd? De kracht en de fysiek dat de mensen hebben om de Goudsberg op te fietsen. En zeker voor de skilers. Dat is een behoorlijke hoogte, vind ik. Ik mag niet op de zaken vooruit lopen natuurlijk, maar nu is het al een succes. Dus ik denk dat we er bijna niet aan om uitkomen om het volgend jaar weer te gaan doen. Dus ik denk dat het ook gewoon een supergoed idee is gebleken. En ik denk dat we gewoon doorgaan. Waarom niet?